Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrich. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Ik ben lid van het communicatieteam en wij zijn verantwoordelijk, zoals het woord al doet vermoeden, voor de communicatie binnen Nederland aangaande SkyWorld Community, dan wel Unitsky String Technologies of USky Transport. Daarnaast ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie Adva Hunter en daar kom ik later in deze presentatie nog even kort op terug. Op dit moment is het milieu een hot item. Dat wil zeggen, we hebben veel met klimaat te maken. Het klimaat moet een stukje teruggedrongen worden volgens velen. Nou goed, de meningen zullen daarover verschillen. Dat mag, dat is ieders goed recht. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is voor de meeste mensen wel eigenlijk zo klaar als een klontje, zullen we maar zeggen. En dat is ook voor één persoon geweest. En die is sinds 1978 begonnen om zijn idee te creëren, te visualiseren, te realiseren. Je kunt het zo gek niet noemen, op dit moment zelf te produceren. Maar dat gaat eigenlijk een hele lange weg terug. En die persoon is eigenlijk met een idee begonnen waarbij hij de wereld een stukje beter wil achterlaten dan dat hij nu is. En hoe ziet hij dat voor zich? Je ziet op deze sheet eigenlijk vier kwarten van die samen een hele taart maken. En wat zien we daar? Dan zien we grond, bio-energie, we zien de grond op, we zien er transport op en we zien er steden op. In de vorm van U-cities, U-transport, U-terra en U-energy. Nou, al deze vier elementen zorgen ervoor dat er uiteindelijk een concept is gerealiseerd, wat de meeste van ons kennen in de vorm als Unitsky String Technologies, of USky Transport of UST. Maar dat is eigenlijk hoe dat een beetje tot stand is gekomen. En al deze elementen hebben elkaar nodig om uiteindelijk straks tot een geheel te komen. Maar afzonderlijk zijn deze elementen ook weer te gebruiken in bestaande infrastructuur of bestaande landerijen. Dus je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is een antwoord voor een probleem. En wie is dan de bedenker van dit hele mooie concept waar ik jullie zometeen ook veel meer over gaan vertellen. Dat is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is een engineer, een wetenschapper. En op het westelijk halfrond is hij eigenlijk nog de grote onbekende. Maar hoe oostelijker je gaat op de wereldbol, hoe bekender Anatoly Yunitskiy is. Zoals ik net al aangaf, is hij sinds 1978 begonnen om zijn idee te visualiseren en vorm te geven. Dus hij heeft er meer dan 40 jaar over gedaan om nu te komen waar hij nu is. En dan zullen de meesten van ons nog wel denken van ja, maar dat is nog helemaal niet ver. Ik kan alleen maar aangeven dat het van een behoorlijke type mindset moet. Dus je dat behoorlijk type mindset moet hebben om dit vol te houden met alle tegenslagen, alle weerstanden die hij op zijn pad heeft gehad. Maar op dit moment is hij dus daar waar hij wil zijn. En staan we aan de vooravond. Of aan de vooravond van eigenlijk een zeer mooie ontwikkeling en een zeer positieve verandering. Daarnaast heeft hij samenwerkingen met de Verenigde Naties, heeft hij x aantal boeken geschreven. En voor het werk wat hij heeft verricht, heeft hij ook een aantal prijzen mogen ontvangen. Dus al met al laat het wel zien wat voor persoonlijkheid Anatoly Yunitskiy is. Dit is Anatoly Yunitskiy met een van de vele certificaten en patenten die hij in de afgelopen periode heeft ontvangen. Als we nu kijken naar deze sheet, en ik realiseer me heel goed dat het voor jullie misschien iets minder leesbaar is, maar deze sheet geeft een aantal patenten en een aantal certificaten aan. Dus je moet je goed voorstellen, en ik vind moeten een heel vervelend woord om te gebruiken, maar de Nederlandse taal laat mij soms geen andere keuze dan het woord moeten. Maar het is heel goed om jezelf een voorstelling te maken dat ieder product wat hij ontwerpt en ontwikkelt, dus van iedere schroef of van iedere machine die nodig is om het product te assembleren, dat is gecertificeerd en dat is gepatenteerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. En op deze sheet staan ook nog een aantal certificaten en een aantal patenten. En dan rijst ook altijd de vraag van heel veel mensen van, goh, wat maakt nou dat Unitsky String Technologies binnen Europa eigenlijk nog zo onbekend is? Wat maakt nu dat ze niet meer bekendheid hebben? Nou, dat heeft alles te maken met waar we nu mee te maken hebben. En binnen Europa hebben ze heel veel te maken met concessies. Dus orders die worden vergeven en gegeven aan bestaande bedrijven. En als nieuwkomer heb je dan eigenlijk heel weinig ruimte om je product te vermarkten, dan wel letterlijk aan de man te brengen. Dat wil niet zeggen dat de Europese Unie niet op de hoogte is van het bestaan van Unitsky String Technologies, want dat zijn ze wel degelijk. Want het certificaat op jullie sheet rechtsonder geeft dat ook aan. Dat is afgegeven door de Europese Unie te Brussel. En het ja-vinkje bevestigt dat dan. Ik snap ook wel dat het voor jullie heel, niet goed te lezen is. Maar dit certificaat kun je ook online rustig terugvinden. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook een certificaat gehad. En dat is eerder dit jaar hebben ze dat in ontvangst mogen nemen.
Dat ze inmiddels zijn toegetreden tot de internationale database van bona fide bedrijven. Dus dat betekent dat overheden en private instellingen met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Daarnaast zijn ze inmiddels verheven van normaal bedrijf tot een wetenschappelijke organisatie. Dus het is nog steeds een start-up en we zijn nog steeds in ontwikkeling. Maar binnen die ontwikkeling zijn ze inmiddels nu op wetenschappelijk niveau bezig. Ze hebben verschillende samenwerkingen met universiteiten over de hele wereld. En ook daar kom ik later in deze presentatie even kort op terug. En zo ziet Unitsky String Technologies er dan uit in werkelijkheid. Als we naar de foto kijken op jullie sheet aan de rechterkant. En ik kan me voorstellen dat je ook tegelijkertijd wat tekst wil lezen. Maar als we dan naar de foto kijken, dan zien we een horizontale constructie. En daar overheen rijdt een module. En die horizontale constructie die wordt gedragen door verticale pilaren. Dat zijn zogeheten intermediate supports. En dit maakt eigenlijk de basis van Unitsky String Technologies. En als we dan verder kijken naar de foto, zien we dat er genoeg ruimte is voor groen. En dat is eigenlijk waar het nu ook heel veel om draait. Een stukje meer groen terug realiseren om het klimaat een klein beetje terug te dringen. Nou, als ik naar het concept kijk van Unitsky String Technologies, dan bieden zij eigenlijk een totaal antwoord op een hele grote vraag die we nu met z'n allen hebben neergelegd. Wat biedt Unitsky String Technologies nog meer? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het is een efficiëntere manier om mensen te vervoeren van A naar B, zowel mensen als goederen, om het even gemakkelijk te houden. En het zorgt ervoor dat je eigenlijk meer natuur teruggeeft aan de natuur en uiteindelijk ook aan de mens. Daarnaast zijn er een tal van andere voordelen die dit transport met zich meedragen. Nou zeggen heel veel mensen van ja, god, dit transport is allemaal leuk en aardig, maar in Duitsland hebben ze ook al een zweefbaan, meerdere zweefbanen. En het doet me heel erg denken aan de zweefbaan van Wuppertal. Is dat ook zo? Nou, ik zeg dan altijd pertinent dat het niet zo is. En dat is ook zo, niet zo, omdat het transportsysteem van Unitsky totaal niet is te vergelijken met een zweefbaan zoals we die nu op de foto aan de linkerkant zien. Ik snap wel heel goed dat mensen de vergelijking maken, want mensen willen het eigenlijk altijd tastbaar maken. We willen met z'n allen iets kunnen begrijpen, iets kunnen volgen. Op het moment dat dat niet kan, ontstaat er weerstand. En als de weerstand ontstaat, ontstaat er ook vaak negativiteit. Dat is eigenlijk wat er inherent zit aan weerstand. Zoals we ook het spreekwoord vaak zegt, wat de boer niet kent, eet hij niet. Maar goed, om een verhaal te vervolgen. Het is natuurlijk wel het transport op het tweede niveau. De zweefbaan maakt ook gebruik van het tweede niveau. Dat doet Unitsky String Technologies ook. Maar de zweefbaan kan geen bronnen aanspreken die Unitsky String Technologies wel kan aanspreken. En dan heb ik het puur over renewable energy, dus energie die ze zelf kunnen opwekken. Daarnaast hebben we ook te maken met steden die eigenlijk vollopen, dat het steeds drukker wordt op bepaalde plaatsen op aarde. Als we naar de foto aan de rechterkant zien, zien we één grote file en daar staan bussen en daar staan auto's, alles staat vast. En in een heel groot aantal steden op de wereld, en denk hierbij aan New Delhi, Jakarta, Lagos in Nigeria, New York heeft ook af en toe traffic jams die niet prettig zijn. Mensen zijn vaak urenlang onderweg om ergens te komen en dat geldt niet alleen voor de heenreis, maar dat geldt ook voor de terugreis. Zoals ik net op de vorige sheet al aangaf, mensen willen het vaak kunnen begrijpen. Wat is Unitsky String Technologies? Oh, het is een kabelbaan. Nou snap ik het. Nou, het heeft misschien in sommige situaties wel wat weg van de contouren van een kabelbaan, maar het is absoluut geen kabelbaan. Een kabelbaan is een getrokken systeem, wat vaak gebeurt door motorwielen die zowel beneden als boven aan de helling staat. En daartussen is een kabel gespannen en aan die kabel hangen gondels. En in San Francisco kunnen de treinen de heuvel op en af rijden. Maar op het moment dat de storing ontstaat in een van de motorwielen, kan een ramp niet uitblijven. En dan zijn de gevolgen veelal niet te overzien. Als we dan gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky, wat wij kennen in de vorm van Unitsky String Technologies U-Sky Transport, dan is U-Sky Transport of Unitsky String Technologies een innovatief CO2 klimaatneutraal systeem. Dat wil zeggen, ze beschikken over eigen motorwielen, artificial intelligence, zodat de modules kunnen functioneren. En eigenlijk kan ik de lijst enkel langer maken wat de grote voordelen hiervan zijn. Als we kijken naar de foto's, dan zien we al direct het grootste voordeel. Het bevindt zich op het tweede niveau. En er is heel weinig ruimte nodig om dit te implementeren. Dit is een 2D-oppervlak van onze aarde. Hoe dat eruit ziet. En als we kijken naar het aardoppervlak, dan zien we dat het bestaat uit dalen en uit pieken. Ik moet gaan niezen, moment.
Nou, hier ben ik weer. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten wij de grond egaliseren. Wat er dan gebeurt is dat er bepaalde dieren die leven in een bepaald gebied letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen, zoals we op deze afbeelding kunnen zien. Dan moet je wel meewerken. Oh. Zo, op deze sheet zien we een stapje verder. Op het moment dat de boel is geëgaliseerd, moet de fundering worden geplaatst. En dat is veelal ook al een situatie waarbij er meer ruimte wordt gevraagd van onze aarde dan eigenlijk noodzakelijk zou hoeven zijn. Dit geheel wordt in dit geval afgemaakt met een dwarssnede van een spoorconstruct. En als we dan kijken, hebben we een drietrapsraket. En dan zien we hoeveel ruimte er nodig is uiteindelijk om een klein stukje op te bouwen. Als we nu kijken naar het onderste plaatje, dan zien we de grote voordelen van Unitsky String Technologies. En wat zijn die dan? Verticale pilaren en daartussen is een stringrail gespannen. De pilaren heten in het Engels intermediate supports en een station wordt veelal weggezet als een anchor support. Maar als we dan kijken naar ons aardoppervlak, dan zien we dat het nog steeds... Dan zien we dat er nog steeds ruimte over is voor de natuur. Dus het dalen en het heuvellandschap waar ik dit gedeelte mee begon, blijft nagenoeg voor 95% intact. Op het moment dat alle kabels of alle pilaren zijn gezet en de kabel is gespannen, worden de uiteindes uit de grond gehaald. En dan kunnen ze er ook voor kiezen om zogeheten hulpondersteuners weg te halen. Dus dan zie je dat er uiteindelijk een systeem overblijft waarbij er voor 95% nog ruimte is voor de natuur. En dat er geen hinder is voor mensen en natuur die in een bepaald leefgebied leven. Intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden gezet. Denk hierbij aan afstanden van 288 meter zoals er op dit moment in Shaya wordt gebouwd. In het testcentrum waar ik later op terugkom. Of 200 meter zoals we nu in Wit-Rusland kennen. Ook 40 meter, 20 meter. Net wat de klant wenst, dat is er mogelijk. Dan wordt er ook uitvoerig getest op het systeem onder de witte kappen. En dat is een ontsporingssysteem en dat is een heel belangrijk systeem. Want als die de geest geeft, dan is ook de ramp niet te overzien. Dat willen we niet. Dat wil Unitsky String Technologies ook niet. Dus daarvoor wordt er gekozen om iets meer tijd in beslag te nemen voor het testen en het ontwikkelen. Zodat ze straks beslagen ten eis de markt kunnen betreden. Aan de rechterkant zien we een stringrail, hoe dat in doorsneden uitziet. En dan zien we aan de bovenkant de railbedding. Dat is het contactpunt waar de wielen contact mee maken. Of op de... bij de stringrail. Dan hebben we in dit geval zes stringrails binnen de behuizing. De behuizing houdt het natuurlijk bij elkaar en dit alles wordt verstevigd door opvulmateriaal. Dus uiteindelijk ontstaat er een zeer stevig, robuuste constructie die eigenlijk heel lang mee kan gaan. En Unitsky, met Unitsky String Technologies geeft aan de bovenkant van de stringrail, dus aan het contactpunt, de railbedding, daar geven zij een garantie op af van 100 jaar. De modules kunnen ook op een verschillende interval achter elkaar rijden. Denk hierbij aan 20 tot 50 seconden. Maar in de toekomst moeten we er niet gek van opstaan te kijken dat ze dit kunnen doen op het interval van 2 seconden. Daar gaat op getest worden. Zodra die testen plaatsvinden, zullen we dat ook met jullie delen. Ik sprak net over een zogeheten anchor support in de vorm van een station. En als we nu op deze foto kijken, dat is een 3D tekening, dan zien we hoe een anchor support eruit ziet. En dan zien we hoe weinig ruimte dat alsnog in beslag neemt. Er blijft genoeg ruimte over voor de omgeving en een bestaande infrastructuur hoeft hier ook niet onder te lijden. En zoals we zien, zien we dat de modules op het tweede niveau het station verlaten of het station binnenkomen rijden. In 2018 is de drone, en dat is de foto aan jullie rechterkant, aan ons gepresenteerd op het Ecofest in Wit-Rusland. En de bedoeling is dat deze drone straks een laadvermogen gaat kunnen tillen van 1500 kilo, 1,5 ton. En op dat moment dat het is gerealiseerd, zal die worden gecertificeerd. En zal die ook daadwerkelijk worden ingezet voor commerciële doeleinden, om bijvoorbeeld de constructie te kunnen bevoorraden als het in moeilijk bereikbare gebieden plaatsvindt. We hebben drie soorten type stringrails binnen het gamma van Unitsky String Technologies.
Ik kom er net achter dat het geluid is uitgevallen. Ik ga een paar sheets terug. Excuus in ieder geval voor het ongemak. Nou, ik begin even weer bij dit gedeelte. We zien op deze foto een enkel support. Dat is een opstapstation. Dit station is eigenlijk ook, zoals je weer ziet, heel erg zo gerealiseerd dat het weinig ruimte in beslag neemt. En modules kunnen nog steeds op het tweede niveau het station verlaten en het station aankomen rijden. Aan de rechterkant van jullie sheet zien we de drone. En deze drone is gepresenteerd op het Ecofest van 2018. En de bedoeling is dat deze drone 1500 kilo gaat moeten tillen. Hij moet dat echt. Dus in dit geval komt het woord moeten wel weer uit. Dat is 1,5 ton. En op het moment dat het is gerealiseerd, zal die ook daadwerkelijk worden ingezet voor commerciële doeleinden. En dit zijn de verschillende spoorconstructen van Unitsky String Technologies. We hebben er 3. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er zowel boven als onlangs gebruik van kunnen maken. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. En we hebben een flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, flexibel. En op deze spoorconstruct is iets gebogen. En de modules wekken energie op het moment dat zij van het hoogste naar het diepste punt toe gaan. En zullen iets qua energie weer moeten verbruiken op het moment dat zij naar het hoogste punt toe gaan. Maar de cyclus is zo ontworpen dat het eigenlijk enkel zijn voordelen heeft. Dus dat modules compleet zelfvoorzienend zijn. En door middel van zaal-op-zaal wrijving kan Unitsky String Technologies ook op een van de vele manieren energie opwekken. En die kunnen ze opvangen in een van de vele accu's die de modules ook met zich meedragen tijdens de reis. Op het moment dat een module het station binnenkomt, kan die 80% van de 100% zou die kunnen afstaan. En 20% heeft hij nodig voor zijn eigen, om weer van zijn plek af te komen. Ik maak even de verdeling 80-20, zodat jullie een indruk kunnen krijgen van hoe dat ongeveer in elkaar zit. Dus ik houd even behapbaar en simpel. De aerodynamica is ook een zeer belangrijk aspect van Unitsky String Technologies. Als we nu naar de feed kijken aan jullie rechterkant, zien we de U-flash. En dan zien we dat er dus zowel voor als achterlangs geen windcirculaties ontstaan. Maar dat het zo is ontworpen dat de lucht weer tot een nulpunt bij elkaar komt. Als we nu kijken naar de auto, aan de linkerkant van jullie sheet zien we dat aan de voorkant dat het geleidelijk gaat. En aan de achterkant ontstaat er een soort windcirculatie. Ik noem het ook altijd vuile lucht. Dat is niet bevorderlijk voor auto's die achter de andere auto's rijden. Of voor vliegtuigen bijvoorbeeld, die op moeten stijgen achter hun voorganger. Maar ook niet voor Unitsky String Technologies. Dus het is zo ontworpen dat de modules geen hinder zullen hebben van elkaar. Dan rijst ook altijd de vraag van hoe staat het nu met de ontwikkeling van de U-flash, wanneer wordt die daadwerkelijk gecertificeerd. Het is zo dat de U-flash in 2018 is gepresenteerd op de Innotrans van Berlijn. En dat die op dit moment wordt getest. Alleen de testbaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland is te kort. Die is 900 meter. En er is ongeveer 25 kilometer nodig om hem goed te kunnen testen. 10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 km per uur. 10 km is nodig om op zijn topsnelheid van 500 km per uur te blijven. En 5 km is nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Op het moment dat deze baan is gerealiseerd, en de vraag is even of dat in Wit-Rusland of in de Emiraten gaat gebeuren, dan zal ook deze module de testfase kunnen doorlopen en ook gecertificeerd worden. En dit is de volledige rollingstok van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-flash. Als we dan kijken naar de modules, dan zien we de UniWind, dat is het model linksboven. Dan hebben we de UniBike. Het leuke van dit model is dat deze het eerste geteste en gecertificeerde model is van Unitsky String Technologies. Dit is medio 2016 gebeurd. Dan krijgen we de Unicar U4 430 T1 en T3. Eigenlijk identiek aan elkaar, behalve dat bij de ene module meer plaats is dan bij de andere. Bij de enkele versie is plek voor 6 personen, bij de driedubbele versie is plaats voor 18 personen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4210. Hoe groter de module, hoe meer plek er is voor het aantal personen. Hetzelfde geldt ook voor de Unibus U4220T2. De enkele versie is een plek voor 25 personen. De dubbele versie is een plek voor 48 personen. En in de driedubbele versie is een plek voor 64 personen. De U-flash in deze configuratie is een plek voor 6 personen. En dit zijn 2 nieuwe modules van Unitsky String Technologies. Dit is de 5e generatie string tenminste modellen van Unitsky String Technologies. Aan de linkerkant zien we de UniLite.
En de Unilight is een module die straks wordt ingezet voor een commercieel traject wat naast het Ecotechnopark nu wordt gerealiseerd. Aan de rechterkant zien we de Unibus. Het type moet ik jullie even nog achterwege laten. Er zijn zoveel types, soms ben ik ook een spoor even duister. Maar deze zal straks zijn testfase ingaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus deze module zal straks ook worden ingezet voor de testfase. En voor de oplettende kijker onder ons, die heeft ook al kunnen zien dat deze module is weergegeven op een van de 3D-foto's die het bedrijf heeft vrijgegeven. Ook op vrachtvervoer is Uniski String Technologies niet stil blijven staan. Het is ook zo dat de Unicont op dit moment wordt ontworpen en dat de Unitrans en Unitruck, dat zijn twee bestaande rollingstokmodules, al daadwerkelijk worden getest. De Unitrans is een grote lopende band en die zou kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld steenkolen, ijzererts te verplaatsen van een mijn naar een overslaggebied. De Unitruck daarentegen kan worden ingezet voor het verplaatsen van suiker, granen. Denk bijvoorbeeld aan landelijke producten die worden gevonden op de landbouw. Dit alles wordt ontwikkeld op het hoofdkantoor van Uniski String Technologies. Dat doet Uniski niet alleen. Dat doet hij met een enthousiast team van plusminus 1000 mensen die daar dag en nacht werkzaam zijn om alles te realiseren. Dit is de fabriek zoals hij er nu uitziet. Het was ooit een kleine fabriek, maar ook deze fabriek is inmiddels uitgebreid. En dit zijn een aantal indrukken van het assemblageproces. Dus hier worden de modules in elkaar gezet en getest. Soms worden ze in elkaar gezet en dan wordt ondertussen ook getest. En dan kunnen ze net iets nieuws bedenken wat ten goede komt van de ontwikkeling van Uniski String Technologies. Dus ook tijdens het ontwikkelen, dus tijdens het wordt er getest en wordt er gekeken van kunnen we iets nieuws ontwerpen wat eigenlijk de module nog meer ten goede gaat doen. Het Ecotechnopark is eigenlijk een groot openluchtmuseum. Ik noem het een museum om het ook weer even makkelijk te houden. Het is eigenlijk gewoon een grote showroom. En voor de participanten is het een museum, want ja, er zit gewoon een groot museum aspect in. Maar voor mensen met commerciële doeleinden is het een grote showroom in de open lucht. En zij kunnen daar kennis nemen van wat Uniski String Technologies zou kunnen bieden. Het is een voormalig militair tankterrein wat Uniski heeft omgetoverd tot een florerend ecologisch testpark. Zowel op landbouwaspect als op het aspect van het transport. Daarnaast wordt er ook getest in verschillende weersomstandigheden. Want op verschillende continenten hebben we te maken met verschillende weersomstandigheden. En in Azië hebben ze bijvoorbeeld te maken met onophoudelijke regenbuien. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben letterlijk en figuurlijk een module onder de douche gezet. En ze zijn gaan kijken, blijft het elektronica compartiment droog? Blijft het passagierscompartiment droog? Nou, dit alles is droog gebleven en daardoor heeft deze module ook zijn certificaat weten te behalen. Dus deze zou kunnen worden ingezet voor commerciële projecten in Azië. Maar in Rusland hebben ze bijvoorbeeld te maken met hevige sneeuwval en strenge winters. Dus ze zijn ook aan het kijken, kunnen wij bouwen in winterse omstandigheden, kunnen wij daarin ook de boel verplaatsen? Nou, dat is ook mogelijk. Dus zowel in zomers als in winters wordt er daadwerkelijk getest en gebouwd. Daarnaast hebben ze ook verschillende aanpassingen gedaan aan de infrastructuur op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dus hebben ze ook hete isolatoren aangebracht en andere aspecten waarbij ze de energie nog sneller kunnen afvangen en waarbij ze de energie nog beter kunnen geleiden. Daarnaast worden ook nieuwe testbanen gebouwd op het Ecotechnopark. En naast de bestaande banen die we nu al hebben, zijn nu ook een aantal nieuwe pilaren zichtbaar. En deze zullen ook worden gebruikt om nieuwe modules te testen. Want klanten zullen straks verschillende vragen hebben en dan kun je met een verschillend aanbod, kun je die klanten ook daadwerkelijk bedienen. En dit is een foto van hoe het er daadwerkelijk uitziet. En we zien hier op de foto van een stringrail waarbij de modules zowel boven als onlangs gelijktijdig gebruik van kunnen maken. Daarnaast wordt ook getest in verschillende situaties, zoals ik net al aangaf, in verschillende weersomstandigheden. Maar er wordt ook getest op spitsuursimulaties. Hoe verhoudt zich het tot in de spits? Want we kunnen iets bedenken via de computer, maar het moet uiteindelijk ook in de praktijk kunnen werken. Nou, dat kunnen ze realiseren door middel van een aantal figuranten naar bereidheid te vragen of ze daadwerkelijk mee willen werken aan een test. Dus dat doen ze ook achter de schermen.
Het geluid is ook een heel belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Je kunt het jezelf niet veroorloven om een module te realiseren die eigenlijk heel veel geluid produceert. Dus om ervoor te zorgen dat ze ook hun woorden waar kunnen maken op het aspect van het aantal decibellen wat ze produceren, wordt er ook daadwerkelijk op getest. Dus zo is de string heel compleet geïsoleerd, maar ze zijn ook de modules geïsoleerd. Dus het geluid kan eigenlijk niet weg. Het kan maar één kant op en dat is vaak een kant waarbij er geen hinder meer is voor mens en natuur als we het hebben over het geluid. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies tal van samenwerkingen. En een van de meer bekendere samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben staal geleverd aan Unitsky String Technologies in de Emiraten. En die worden op dit moment ook daadwerkelijk gebruikt om de boel te kunnen bouwen en om de constructie voor te laten gaan. Ze hebben ook samenwerking op technologisch gebied, op eigenlijk verschillende levels hebben zij de samenwerking. En dit is ook met een bekende bedrijf wat wij kennen, voornamelijk voor onze laptops, Lenovo, Chinees bedrijf. Ze hebben data geleverd aan Unitsky String Technologies. En dan gaan we van Europa naar de Emiraten. Op dit moment is het in de Emiraten een komen en gaan van ontwikkelingen die allemaal ten goede komen van de voortgang van de Unitsky String Technologies. En Unitsky String Technologies maakt op de Emiraten deel uit van het Sharia Research and Technology of een Technology Center, een Innovation Center moet ik eigenlijk zeggen. Wij kennen Unitsky String Technologies in de Emiraten onder de naam USKY Transport. Je mag het beide gebruiken. Maar USKY Transport heeft daar een stuk land ter beschikking gekregen en is daarop gaan bouwen. Dit gebeurt onder supervisie van de Sultan van Sharia. En van de CEO van het Sharia Research Technology and Innovation Center, Hussein Al-Mahmoudi. En die controleren ook daadwerkelijk wat er gebeurt. En tot nu toe zijn zij vrij positief. Op deze foto zien we hoe het eruit gaat zien. En we zien ook al een gedeelte wat er af is. Op dit moment is het houten ecohuis af. Dus overigens het enige houten huis in de Emiraten. En de eerste lijn van 400 meter is ook af. Dus die is ook al volledig in gebruik en gecertificeerd. En hier hebben we de baan van 400 meter, hoe dat eruit ziet. En we zien dat er een iets andere module aan hangt. Dit is de Unicar U4431T1. En de T-staf voor Tropical Version. Deze kan tot klimaatveranderingen van plus 60 graden Celsius. En de andere modules met de zwarte kappen, om het even simpel te houden, die kunnen bijvoorbeeld tot vrieskou van min 60. Dus ze beslaan eigenlijk een heel groot stuk. In 2018 was deze baan 3D. En mensen waren toen al vrij sceptisch van dat gaat er niet komen. Maar in 2022 zien we dat het van 3D is gerealiseerd tot weer realiteit. Er wordt op dit moment zowel op goederenvervoer als op passagiersvervoer getest. En dan zullen we denken, ja, goederenvervoer, hoe kan dat nou? Het is een kleine container, maar alle modules van Unitsky String Technologies die worden getest, worden eigenlijk 4, 5, 6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En als we dan kijken hoe dat er dan uitziet, dan zien we aan de ene kant een containermover, een containermodule. En aan de andere kant zien we een VIP-versie van de Unicar. Deze is speciaal op verzoek van de Emiraten gebouwd in Mid-Rusland. Dus het is eigenlijk een luxe variant van wat de meeste mensen in de nabije toekomst mee gaan zullen reizen. Mensen zijn ook altijd op zoek naar wat zou niet kunnen werken. Wat nou als een daadwerkelijke storing is. Het is eigenlijk op zoek naar dat ene stuk waarbij ze eigenlijk iets onderuit kunnen halen. Dat is soms is het goed, het houdt je scherp, maar soms is het ook gewoon jammer. Het hoeft niet. Maar de meeste modules van Unitsky String Technologies en eigenlijk alle modules hebben altijd een plan B, C, D en E. Naast dat ze beschikken over extra hulpmotoren in een module, hebben ze ook altijd een plan paraat van wat nou als het niet meer werkt, wat nou als een module niet meer van zijn plek af kan komen. Dan is er nog altijd de mogelijkheid om middels een liersysteem de module op een veilige manier te verlaten, zodat je uiteindelijk toch nog op de grond kunt komen. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook in de Emiraten al talloze certificaten in ontvangst mogen nemen. En dit is een heel belangrijk certificaat, want dit is een certificaat van een internationaal georiënteerde instantie, TUV. En zij hebben aangegeven dat de infrastructuur in de Emiraten, in Sharjah, op het testpark, dat het veilig is, dat er nu veilig mee gewerkt en gerezen kan worden door overheidsfunctionarissen of mensen van de media die eigenlijk de experience willen hebben of de ervaring willen hebben hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies.
Daarnaast hebben ze ook een ander internationaal certificaat in ontvangst mogen nemen. En dat is een ISO-certificaat. En een ISO is een wereldwijd georiënteerde organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met in dit geval management kwaliteitssystemen. Dus alle managementlagen binnen binnen de dependance van Used Car Transport, wat onderdeel is van Unit String Technologies, zijn dus akkoord bevonden. Dus alles is op orde. Daarnaast is ook de vestiging in de Emiraten verheven tot een wetenschappelijk dependance. Dus ook hier zijn ze dus op wetenschappelijk niveau bezig. En dit doen ze niet alleen, dit doen ze in samenwerking met verschillende universiteiten over de hele wereld. Anatoly Yunitskiy heeft enkele maanden geleden zelf zelf polshoogte komen nemen bij de ontwikkeling en het plaatsen van het Encu-support. En dit Encu-support is eigenlijk wat we straks zullen gaan zien op de volgende foto's. Voor de buitenste lijn, dat is lijn 4. En dat is een lijn van 2,5 kilometer lang. En hij is hier eigenlijk komen inspecteren of alles klopt wat hij heeft berekend. Of er geen metaalmoeheid in zit. Dus dat het op een veilige manier geïmplementeerd zou kunnen worden. Of dat de constructie kan beginnen. En als we nu kijken op de foto. Dit is hoe het ongeveer nu uitziet. Dan zien we dat ze al iets verder zijn. Dan zien we ook al dat ze bezig zijn met het assembleren van de stringrail. Dat die ook al voor een groot deel op zijn plek hangt. En dan zie je ook dat ze nog een aantal meters moeten. Maar de intermediate supports van deze testbaan staan op 288 meter van elkaar. Inmiddels zijn ze dus ook begonnen met het certificeren van testbaan 4. En dan zul je denken, ja, maar die baan is nog niet af. Er zijn bepaalde onderdelen al wel af. En om het certificeringsproces iets te laten versnellen, is het altijd goed om dat al gelijktijdig op te pakken. Stel dat er nou iets zou zijn wat niet klopt, dan kun je dat nu nog aanpassen. In plaats van dat je dat moet gaan aanpassen als je straks alles al hebt afgerond en het dan niet door de testfase heen komt. Dus dit is ook weer zeer positief nieuws. Ze zijn begonnen met het certificeren van testbaan 4 en dat is een lijn van 2,5 kilometer. Ook de andere lijn, dat is testlijn 2, daar zijn ze volop mee aan het werk. En er zijn ook al foto's van verschenen dat de stringrail zelf al klaar is, dat die ook al op weg is naar Shaya. Dat zijn onofficiële foto's, dus die deel ik ook niet in mijn presentaties, maar die kun je wel online terugvinden, mocht je dat willen. Aan de rechterkant zien we hoe deze lijn er ongeveer uit gaat zien. Dan zien we dat het straks de bedoeling is dat de Unicon, dat die eigenlijk hierop getest gaat worden. Dit zal een gigantische stap voorwaarts zijn, want er is een gigantische vraag naar goederenverplaatsing op dit moment. En als we dan gaan kijken, geografisch gezien, zie je dat er meer goederen worden verplaatst dan dat er personen worden verplaatst. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem innovatief, CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Je kunt het zo gek niet bedenken, het is goedkoop. Het biedt eigenlijk alleen maar pluspunten. Mocht je meer informatie willen teruglezen, willen zien, dan verwijs ik je even naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie op terugvinden en daar kun je ook je eigen back-office op terugvinden. Dan gaan we naar de updates. Eigenlijk is alles begonnen met een aanvraag van CNN. Er gebeurde iets en dat trok de aandacht van een aantal lokale mediabedrijven, maar CNN kreeg hier ook lucht van en die hebben een aanvraag gedaan of zij mochten komen kijken wat er in Shaya gebeurde. En sindsdien is het eigenlijk een stormvloed van onophoudelijke mediaberichten die vrij worden gegeven vanuit de Emiraten. En die zijn eigenlijk nu op alle continenten verspreid. En dat heeft zo best wel eigenlijk een hele grote voordelen gehad voor het bedrijf. Want daardoor heeft het bedrijf naamsbekendheid gekregen. Maar daardoor heeft het bedrijf ook verschillende rectificaties al mogen ontvangen. Want voor de mensen die iets langer participeren in dit project, die weten hoe sceptisch eigenlijk iedereen is geweest over dit idee. Maar langzamerhand zie je ook dat overheden terugkomen op eerder gedane uitspraken. En die geven ook aan van dit transportsysteem is eigenlijk het beste systeem wat we kunnen implementeren in bestaande infrastructuur dan wel in infrastructuur die nog moet worden gerealiseerd. Maar ook binnen de hoogste en de meest invloedrijke personen is Anatoly Yunitskiy met Yunitskiy String Technologies bekend. Hij staat hier op de foto met koning Letzi III. Ik heb koning Letzi III zelf persoonlijk voorbij zien lopen. Toen ik hem voorbij zag lopen, wist ik het niet. We moesten even wachten op zijn bezoek, op zijn komst. Want dat vond plaats op hetzelfde moment dat wij het testpark in de Emiraten hebben mogen bezoeken. Dus ja, het geeft wel aan binnen welke konterij Yunitskiy met zijn bedrijf zich bevindt.
En als je dan jezelf afvraagt, wat is dan het doel van het Shire Research Technology and Innovation Park? Dat is heel simpel. Zij zijn eigenlijk een soort grote hub. Eigenlijk een grote contactpersoon. En zij brengen Unitsky String Technologies in contact met overheidsfunctionarissen, koningen, ambassadeurs. Je kunt het zo gek niet bedenken. En als ik het heb over ambassadeurs, dan kom ik ook bij de volgende sheet. Emmanuel Hategeka is de ambassadeur van Rwanda. En hij is oktober vorig jaar zelf het testpark komen bezoeken. En hij is zo enthousiast geweest dat hij later is teruggekomen met Claire Akamansi. En Claire Akamansi is eigenlijk de verantwoordelijke persoon voor de ontwikkeling van Rwanda. En zij zet de lijnen voor de toekomstige plannen van Rwanda uit. En daar valt ook een stukje infrastructuur binnen. En als we nu kijken op de foto, en ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, dan zie je de foto, op deze foto, dat Anatoly Unitsky ook de presentatie zelf geeft. Hij staat er ook op. Op het moment dat je Anatoly Unitsky zelf op een presentatie ziet, dan kun je er al vanuit gaan dat er achter de schermen heel veel gebeurt. En wat heeft hij dan met hem besproken? Er zijn voorbereidingen getroffen voor een commercieel traject in Rwanda van plus minus 20 kilometer lang van de internationale luchthaven naar de hoofdstad van het land. Nou, ze zijn nu aan het kijken van oké, moet dat in elkaar komen te zitten? Hoe gaat dat eruit zien? En welke modules gaan we ervoor gebruiken? Wordt het een Unicar of wordt het een Unilight? De Unilight heeft voor wat het waard is, een zeer groot potentieel. Want daar kun je eigenlijk gewoon met je koffer inkomen en je gaat heel makkelijk weg. Maar dat hebben eigenlijk alle modules. Dus het is even afwachten. Maar het geeft dus wel aan wat er nu achter de schermen gebeurt aan het realiseren voor commerciële projecten. Nou, ook in Indonesië is men niet stil blijven zitten en voor de participanten die al iets langer bekend zijn met de ontwikkeling, weten ook dat Indonesië in de afgelopen jaren ook al een keer is komen kijken. Maar op dit moment is het zo dat er een memorandum of understanding is getekend, een intentieverklaring, en zijn de eerste stappen gezet om een commercieel traject te realiseren. Dus al met al is dat positief nieuws. Nou, ook in Dubai zijn ze bezig om te kijken voor het commerciële traject. Dat is een traject wat 15 kilometer lang is en bestaat uit 21 stops, als ik het goed zeg. Dus ze zijn ook daar aan het kijken wat ze ervoor gaan gebruiken. Daarnaast zijn er ook nog commerciële trajecten op stapel in Zuid-Amerika. El Salvador is op dit moment gigantisch hard aan het werk. Dus het geeft enkel maar aan waar ze nu mee bezig zijn. De RTA heeft de module van Unitsky String Technologies meegenomen naar de afgelopen Indotrans in Berlijn. En mensen hebben daar ook weer opnieuw kennis kunnen nemen van waar de RTA Dubai naartoe wil. En met welk product zij dat willen denken te gaan doen. Dus al met al zie je hier eigenlijk al een aantal commerciële trajecten voor je ogen verschijnen. En ik kan me heel goed realiseren dat je dat zwart op wit wil hebben. Het wordt pas naar buiten gebracht als het de tijd ervoor is, als het er klaar voor is. En dan zullen wij dat ook met jullie delen. Ook Hussein El Mahmoudi, de CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park, is heel erg te spreken over de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En bij positieve certificering zullen ook de eerste commerciële trajecten in Sharjah klaar liggen en zullen die ook worden gerealiseerd. Dus hier ook weer misschien nog niet zwart op wit, maar dit soort intenties geven wel aan waar ze naartoe willen. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies met USKY Transport tal van samenwerkingen met internationale universiteiten. En deze zijn nodig omdat personeel moet worden opgeleid binnen de visie van Unitsky String Technologies. Je kunt een idee hebben, maar als je niet het personeel hebt wat het kan uitvoeren of in elkaar kan zetten, dan blijft je idee een idee en dan sterft het eigenlijk onnodig in de dop. Dus de stappen die Unitsky nu zet, waarvan wij misschien denken van nou, het kost wel heel erg veel tijd, dat zijn eigenlijk de beste stappen. Als we dit als voorbeeld nemen met een Tesla, die hebben hun auto geproduceerd, maar tot op de dag van vandaag bestaan die auto's volledig uit kinderziektes. Het is een fantastisch design, het rijdt ongetwijfeld voor de liefhebbers fantastisch, maar ze blijven kinderziektes behouden. En als we nu kijken naar Unitsky String Technologies, die probeert in een vroeg stadium alle kinderziektes eruit te halen. Zij kunnen een commercieel traject realiseren binnen 2 jaar. Dan moeten we alles natuurlijk meewerken. En als we naar deze sheet kijken, dan zie je hoe dat is opgedeeld. Er is wat ruimte voor de voorbereidingen, de feasibility studies, de ontwikkeling, de daadwerkelijke constructie, totdat het gerealiseerd is. Deze sheet kun je terugvinden op de officiële site www.ust.inc. Dus ik herhaal www.ust.inc. En daar kun je heel veel informatie over terugvinden.
In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. AdvaHunter is een applicatie die het mogelijk maakt om Unitsky String Technologies in een bestaande omgeving te visualiseren. Dus wij kijken naar een foto, dan zien we een module van Unitsky String Technologies, maar die is digitaal, maar de omgeving is realiteit. En deze omgeving is in dit geval Nijmegen. Nou, dit is hetzelfde. Ik leg met behulp van een digitale laag eigenlijk een visualisatie creëer ik, zodat ik mensen kan laten zien, want dit is wat het zou kunnen betekenen als je zou participeren voor een commercieel traject, dan wel persoonlijk. Dan is dit ongeveer hoe het eruit gaat zien en dit is wat het zou kunnen betekenen. En wat het mooie van dit is dat het direct weergeeft hoe het eruit ziet. Dus je hebt niet meer te maken met visualisaties van computers, dus geen 3D-tekeningen, maar je hebt eigenlijk te maken met realiteit en door middel van augmented reality, dus augmented realiteit, wordt het dus mogelijk gemaakt dat je er dus in elke omgeving dit kunt laten zien aan mensen die het ook willen zien. Zoals ik een aantal sheets ook teruggaf, op het moment dat je Anatoly Unitsky aan tafel ziet met overheidsfunctionarissen, dan kun je er al vanuit gaan dat er achter de schermen een gigantische voorbereiding aan vooraf is gegaan. In dit geval zit hij aan tafel met vertegenwoordigers van het Emiraat Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. En ook in Abu Dhabi zijn de voorbereidingen voor 3 commerciële trajecten binnen het Emiraat Abu Dhabi. Dus eigenlijk al met al zie je dat de toekomst voor Unitsky String Technologies zeer rooskleurig is. Mocht je meer informatie willen hebben over de ontwikkeling en over andere aspecten, dan zijn dit de kanalen die je kunt raadplegen. Het bovenste kanaal is voor je back-office. Dat is www.skyway.capital. Dan krijgen we het Telegram-kanaal. Of nee, excuus, het Skype-kanaal. Er komt een nieuw Skype-kanaal aan voor de Nederlandse tak. Ik ben nog even aan het kijken hoe ik dat zo goed mogelijk wil realiseren. En dan kan ik dat ook gewoon aan jullie kenbaar maken. Dan hebben we een Telegram-kanaal. Mocht er nou een van de andere kanalen niet meer functioneren, dan is mijn advies, het is een vrijblijvend advies, maar het is wel handig, om je even in te schrijven op ons Telegram-kanaal. Want dan kun je toch altijd in contact blijven en dan hoef je niet in paniek te schieten op het moment dat bepaalde sites uit de lucht zijn. Dan hebben we de officiële site van Unitsky String Technologies, dat is www.ust.inc. Je hebt ook nog www.unitsky.com, kun je ook raadplegen. Dan heb je de officiële site van Anatoly Unitsky zelf, www.unitsky.engineer. En dan heb je als laatste het Facebook-kanaal en daarop plaats ik dagelijks, net zoals de andere kanalen behalve de Skype-groep, plaats ik alle updates, alle informatie die wordt vrijgegeven van Unitsky String Technologies of SkyWorld Community. Dan ben ik aan het einde gekomen bijna van mijn presentatie. Dit is het laatste stukje wat ik met jullie ga delen. Mochten jullie vragen hebben over je account, heb je een probleem met de helpdesk, heb je een ander probleem waar je even niet uitkomt, dan kun je net mijn collega of mij altijd benaderen. Wij zijn er voor jullie om alle problemen op te lossen. Ik moet er wel met klem bij zeggen, wij zijn er niet om mensen weer op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En dat klinkt misschien heel cru dat ik het zo zeg, maar dat heeft er alles mee te maken dat het heel veel tijd kost om iedereen weer op de rode lijn te krijgen. Wij geven 52 webinars per jaar. Er zijn 52 weken, dus we proberen dus 52 webinars per jaar te geven om jullie die rode lijn ook mee te geven. Nu is het niet zo dat je iedere week moet inloggen. Het mag natuurlijk wel, maar het is wel handig en misschien raadzaam voor jezelf om dat misschien 1 keer in de maand even te doen, zodat je toch weer alle updates tot je kunt nemen, mocht je even het spoor bij ze zijn. En deze webinars zijn eigenlijk vrij toegankelijk. We proberen het zo simpel mogelijk te houden, maar juist om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Ik ben hierbij nu daadwerkelijk aan het einde gekomen van mijn presentatie. Excuus voor het geluidsaspect. Ik heb het te laat doorgekregen. Ik zag wel een melding, maar die heb ik weggeklikt. Niet gerealiseerd dat daardoor mijn geluid even uit de lucht was. Nogmaals, excuus. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze webinar als prettig hebben ervaren. En dat het jullie weer wat tools heeft gegeven om vooruit te kunnen. Mocht het niet zo zijn, dan kun je ons even altijd bellen natuurlijk, zoals ik reeds al heb aangegeven. Rest mij weinig anders dan jullie een fijne avond toe te wensen en jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar. En die zal worden gegeven door mijn collega Nettie Sommers en dat is op donderdag aanstaande 24 november. Dat zeg ik correct. In ieder geval hartstikke bedankt. Fijne avond. Maak er wat moois van.